We gaan een presentatie houden over het intranet voor Wespo. Ik wil jullie even leren dat het succes van Wespo enorm aan het uitbreiden is. Met de jaren door neemt het alleen maar toe en groeit het aantal opkomst van het publiek die groeit naarmate. Nee, ik ga even opnieuw beginnen, is dat goed? Hoeveel minuten heb je nog nodig dan? 5 minuten. Gaat het lukken? 5 minuten. Nou goed, welkom. Door het enorme succes van Westpop zal de omvang met de jaren alleen maar groter worden. Dat is goed voor de stad Den Haag. Kleine bandjes kunnen zich bewijzen op het festival. Tegenover het grote publiek dat ieder jaar ook groter wordt. Ons is gevraagd om een intranet te bouwen. Naar aanleiding voor de communicatie binnen de groep. De communicatie dat kan wel eens misgaan doordat het evenement groter wordt, waardoor het overzicht op de taken verslechtert. Wij willen door middel van het intranet willen wij dit gaan verbeteren. We willen nu het advies laten zien. Het intranet komt er dus als volgt uit te zien. Gelijk even een visueel beeld van hoe wat er gerealiseerd wordt. We hebben er dus voor gekozen om het intranet vooral ondersteunend te laten zijn bij de huidige taak. Dus in de huidige werkwijzes zal op zich niet heel veel veranderen. Behalve dat er een extra slag is dat de informatie die eruit komt op het internet wordt geplaatst. Waardoor het altijd beschikbaar is. Eigenlijk de communicatiekanalen naar de vrijwilligers toe een stuk korter worden. Voor ondersteuning hebben wij een aantal onderdelen op het internet geplaatst. We hebben hier de homepagina waar direct nieuwsberichten op komen. Alle medewerkers die dus het internet bezoeken, komen gelijk bij de nieuwsberichten uit. Laatste mededelingen kunnen ze direct opzoeken. Zijn ze bijvoorbeeld onderdeel van de horeca, kunnen ze hiernaast ervoor kiezen om alleen de horecaberichten te laten zien. En we zien eigenlijk één oogopslag alle berichten die we voor hun doen. Voor de rest staan er een kopje organisatie, dat zien we hier. Daarom staan alle dingen die te maken hebben met de organisatie van Wespo. Dus we zien hier een nieuwsbriefje, zodat we in beeld hebben welke persoon en wie die is. Een beetje een beeld krijgt bij de naam. We kunnen ook een taak verdelen, een agenda, een draaiboek, alle informatie die nodig is voor het evenement. Die staat hier onder één knop, gelijk overzichtelijk gepresenteerd. In plaats van dat die bij verschillende mensen op te halen is of na te vragen is. Het scheelt dus een heleboel papieren. Vrijwilligers beter te betrekken bij de organisatie en bij het gevoel van hè, wij zijn Wespo. Hebben we hier een multimedia boek. Daar kunnen ze filmpjes plaatsen, ze kunnen foto's plaatsen. Ze kunnen de foto's van anderen bekijken, ze kunnen de filmpjes van andere mensen bekijken. Waardoor het groepsgevoel en de participatiegraad binnen de organisatie groter wordt. De vrijwilligers krijgen dus meer zin om mee te werken aan Wespo en blijven enthousiaster. En dan hebben we als laatste onderdeel ook nog een forum toegevoegd. Hier kunnen de vrijwilligers zelf onderwerpen plaatsen, ze kunnen vragen stellen. Nieuwe vrijwilligers kunnen ook bijvoorbeeld vragen stellen die dan weer beantwoord kunnen worden door de meer ervaren vrijwilligers.
zo krijgen we dus een groepsbinding waarbij de ouderen die gaan de jongeren helpen. En ook kan daar over allerlei andere dingen gepraat worden die bijvoorbeeld niet zo zeer direct met het festival te maken hebben of met de organisatie. Maar bijvoorbeeld er weersvoorspellingen voor het komende evenement. Waardoor het contact ook wat makkelijker wordt en wat losser wordt. Dus dat er meer is dan alleen maar de organisatie van het festival, omdat je echt een groepsbinding krijgt voordat het festival überhaupt begonnen is. Dat was eigenlijk een beetje mijn verhaal voor het internet. We hebben ook nog een aantal iconen, die willen we ook gaan verwerken op het internet. De bedoeling daarvan is dat de vrijwilligers meteen betrokken raken bij bij een bepaalde afdeling. De iconen worden ook gebeeld op het festival zelf. Dus, dan is het voor de vrijwilligers gelijk duidelijk wat hun plek is tijdens het internet of tijdens het festival. Dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Zijn er vragen? Ja. Ik heb wel een vraag. Ja. Weer uit de rol van onderwijs. Jeff zegt net van over iets, ik ben vergeten waar het precies over was, maar het scheelt een hoop papierwerk. Ja. Ik had helemaal niet het idee dat ik daar een probleem mee had. Met een hoop papierwerk. Wat heb jij gevonden in mijn gang van zaken wat veel papierwerk oplevert? Ik gebruik gewoon een draaiboekje. En het is altijd net zoveel elk jaar. Dat deed ik uit en dat is het. Ja, dat hoef je nu dus niet meer te doen. Het draaiboek is online beschikbaar. Maar wat levert me dat op dan? Shareware. Minder shareware. Ik had helemaal geen shareware. Ja. Handig om een stukje papier op dingen opschrijven. Nu moet ik naar een pc toe om in te loggen. Nee, de kosten zullen sowieso minder zijn. De kosten zullen sowieso minder zijn. Van? Je hoeft niet meer een draaiboek uit te rijden voor je vrijwilligers. Oh, okay. Ja, dat zou sowieso schelen kosten. Maar je hebt wel als functie nog dat je kan weten als je dat liever hebt. Maar dan doe je dat in die als vrijwilliger zelf. Dus de keuze is zeg maar de vrijwilliger zelf of ze het digitaal willen hebben of op papier. Oké, en wat is dan in totaal de oplossing? De draaiboek. Wat lost het van mijn probleem? U hoeft geen zorgen meer te maken dat u die draaiboek hoeft uit te delen. Maar die zorgen die had ik ook niet. Dus dat wordt me nu in de presentatie aangesproken of aangepraat. Die zorg. Ik heb me nooit zorgen gehad over de draaiboek. Dat houden we ook zo. Oké. Hebben jullie nog vragen inhoudelijk?